Oh, jij hebt een kutnaam, man. Ja, pikkende. Oké, dat is wel typisch Bardo, ja. Oké, zal ik maar beginnen? Ja, cool, doe je die. En hallo iedereen, welkom bij een nieuwe gameplay op Biotown. Ik ben een gast hier, Jordi. Wij zijn hier natuurlijk in de enige echte sfeer van het WK. Hier natuurlijk met de sportiefste van Biotown. Bardo! Bardo! Okay. En dan denk ik eigenlijk, als ik heel eerlijk mag zijn, volgens mij zijn wij even sportief. We trainen allebei onze armspieren veel. Precies, behalve onze linkerarmspier, want we zijn rechtshandig. Die Jordi toch ook. Oh, wat een gekte. Zoals jullie kunnen zien, ik ben Frankrijk in dit potje. Frankrijk heeft helemaal niks te maken met het WK aan onze pool. Maar ik speel voor Frankrijk. Dus dit is gewoon de match als Frankrijk tegen Nederland zou gaan. Wat vind je daarvan, Bardo? Dat is, dan moeten wij sowieso van Brazilië en Spanje winnen. Die kans zit er niet in. Maar het is wel een leuk idee. Ja. Ik moet op start drukken. Ja, doe jij maar op start. En dan ga ik je uitleggen hoe het spel gaat. Dit is Hexbal, dames en heren. Een Hexbal is dus een game. Die, WASD moet je gebruiken. En spatie. En je speelt dus zeg maar als een voetbalgame. En eigenlijk een soort van tafel, hoe noemen we het ook alweer? De tafelspel. Oh, publiek geluid het dak. Oh, ja hoor. Frankrijk. Nee, maar hoe heet het ook alweer, dat tafelspel? Tafelvoetbal. Nee, dat andere tafelspel. Dat met die puck, die deed het tegen en weer slaat. IJshockey. Nee, als hij tegen je klauwen komt, dan is er auw, auw. IJshockeytafel. IJshockeytafel. Misschien dat het was, ja. Bardo? Niet doen. Kijk. Frankrijk is gewoon superieur in dit geval. Oeps, mijn muis stond de hele tijd nog in beeld. Ik weet niet wat jij het doet met Albert, maar... Ik sta voor Frankrijk als Albert Verlinde. De enige echte rashomo van RTL4 is voor Frankrijk. Rashomo? Ja. Is geworden jou, homo's? Oh, wat doet hij nou? Ik laat je er niet door, Oh. Ik kom er wel door. Oh nee, denk het niet. Waarom is er dan geen keeper of zo? Of een, Omdat je kan met meerdere spelers spelen natuurlijk. Maar... Ja, maar dat doen wij niet. Wij zijn... Nee. Van die klootzakken, die willen niemand erbij. We hebben nu zijn er heel veel kijkers. Ja, waarom doen wij niet mee? Ja, waarom mogen wij niet meedoen? Omdat het ons spel is, oké? Okay? Oh. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon als keeper spelen. Doe gewoon je penalty shot. Wacht af. Ik zal hem even goed voor je neer... Gaan we dan zo doen? Ik dacht, we gaan nog even... Ik weet niet of jij keeper bent of ik wil winnen. Oké, en daarom zou jij nooit winnen. Dit is wat Yoda zou zeggen. Zo, weg mee. To be a great football player, you must be first good. A great football player you are. Ja, zoiets. En we willen eigenlijk zo'n zin te maken. Oh, shit. Wow! Oh, ik probeer eigenlijk even net zo'n zin te maken die Yoda ook zou zeggen, maar dan op zijn Yoda manier, maar dan ook nog eens een keertje wijs is. Ik moet trouwens heel versneld tussendoor. Mensen, waarom ik geen facecam heb, is heel simpel. Mijn webcam is niet aangesloten. Waarom is je webcam niet aangesloten dan? Ja, omdat ik hier echt... Ik zit hier met 20 harde schijven, echt. Deze mensen, kan je hier wel goede muziek onder plakken of zo, joh? Oh. Ah. Doet hij gewoon eventjes. Stik erop met die muziek. Precies als ik de muziek wil. Ja, kom maar. Kom maar, ik sta ervoor. Oh. Het gaat tot de 5 minuten, Bardo. Ja, ik weet het. Dus ik heb echt nu nog heel kort... Oh. Uit de hoek gered. Oh, ja. Gaat hij het zelf doen? Oh, nee. Weet je, als jij een eigen doelpunt maakt, dan mag je ook een doelpunt bij mij maken. Nee, wacht, laat maar zitten. Hoppakee. Laat maar zitten. Oké. Okay. Komt-ie. Oh, doet hij gewoon eventjes. Oh, via de zijkant. Ja, deze gouden gozer doet dat even. Deze gouden gozer... Oh, komt-ie. Noem jij, wacht even, Jordi, noem jij jezelf nu 3 keer... Oh. Oh. Ja! Eigen doelpunt. Hoe kan dit? Dit is toch te schaamteloos voor woorden. Maar om terug te komen. Ja, wat was je aan het vertellen, lul? Ik zei dat ik een gouden gozer was. Ja, dat jij jezelf 3 keer een gouden gozer noemt. Ja, wat is er mis mee? Feeling for the ladies. Oh, that's interesting, isn't it? Oh, god. Ga weg met die bal. Ga zelf weg met die bal. Je bent zelf een bal. Nee. Oh. Doelpunt. Oh, god. Wist je, fun fact, je kan ook X gebruiken om te schoppen, maar...
Ja, ik zat ook al X, dat staat gewoon bovenaan. Ja. Ho, ho, ja, doet hij gewoon eventjes deze gouden gozer, ja hoor. Oh, deze gouden gozer. Deze gouden gozer doet dat gewoon eventjes. Oh, oh, daar, oh, hey, 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 zachtjes, 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 nee, hoe kan dat? Nee, nee, nu ga ik het ook bij jou proberen, flikker op, oh. Hoe kon dat? Ik heb ook geen idee. What the fuck was dat voor doelpunt? Het was wel een prachtig doelpunt. Was wel mooi. Maar als dit in het echt zou gebeuren, zou dat niet... zou niet tolerant zijn. Tolerant? Wat? Tolereerbaar. Tolereerbaar, dat. Amen. Nee, 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 nee. 4-3, kom. Oh, je hebt nog 1 minuut, je hebt nog 1 minuut. Oké, okay, ik ga nu gewoon scoren in deze laatste minuut. Ik ga hem gewoon scoren in deze laatste minuut. Doe ik gewoon even. Let op, Bardo. Doe het. Dit is niet eens raar. Moeite nodig gehad. Niet eens moeite nodig gehad. Nee. Jij zei, ik ga scoren en je geeft gewoon extra vaart, lul. Hier, wacht, gewoon direct nog één. Oké, oké, oké. Wie mag eerst? Jij mag eerst, oké. Okay. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Huppa. Die was wel mooi. Kom die op. Was echt kloten voor mij. Die was gewoon super slecht voor mij. Die was echt ook een beetje lucky, maar... Ook een beetje lullig. Deze gouden gozer haalt daar niet van, Bardo. Oh. Ja, komt die. Ja hoor. Paas naar nummer 1. Paas naar nummer 1. Doet hij gewoon even. Doet hij gewoon... Oh. Oeps. Ja hoor, daar ga je. Jordi! Nee! Weg! Ho, 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 ho. Ja! Kom op! Nee! Don't even try. Ook zit op de verkeerde knop te rammen. Ja, 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 ja. Komt-ie, komt-ie, komt-ie. Echt als een idioot gewoon. Als een bezeten Mogol. Oh! Ho, ho, ho. Kom op! Zo, die bezeten Mogol, die houdt hem wel even goed tegen, hoor. Die gekke palen van hem. Zo! Doet hij gewoon... Oh, hey, verkeerde kant. Nee, andere... Nee, nee. Blijf jij ja, daar. Ja, ja. Wegwezen, jij. Wegwezen. Je houdt deze gouden gozer niet van. Hou dus op met je gouden... Oh, what the... Niet cool. Wacht even. Hoe de fuck, kut computer. Oké, okay, ik heb mijn toetsen weer terug. Oh, dat okay. Was wel een lucky strike voor jou, zeg. Het leek erop alsof ik jou aan de kant duwde, zeg maar. Nee, mijn computer ging naar vol scherm en alles verneukte en ik zat echt in tap te kutten. Hoe kan je in vol scherm gaan uit het niet? Die toetsen ja, omdat... zitten daar vol boven. Ja, maar ik ging echt... Ik zat vol spasmen op de... toetsen. En nu weer, zie je, ik zit weer vast in het hoekje. Ho, 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 Bardo. Ho, ho, wacht, 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 wacht. Ik heb een voorstel, okay. Ik heb een voorstel. Ja, 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 ik heb een voorstel, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Stel, je was een vrouw. Welke bal zou je nou kiezen, de grote of de kleine bal? De scrotum. Verkeerde antwoord. Dat is geen goed antwoord. Dat is geen goed antwoord. Je hebt niet de 1000 euro gewonnen, helaas. Het was ook echt gewoon een heel zacht tikje. Zo van, nee, 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 dit is gewoon nee. Nee, dit kan gewoon niet, dit kan gewoon niet. Ho, ho, pak die gouden goos even bijna de doelpunt. Oh. Kom op, die was goed verdedigd van mij. Oh, oh, oh. Wat gebeurt daar nu? Wat gebeurt daar nu? Ja, daar gaat de gouden goos zitten. Oh, nee. Hoe moet ik jou noemen in deze match? Ik kan iemand verdedigen, sorry hoor, maar ik vind mezelf echt een goede keep nu. Ik vind het jammer dat ik jou niet aan de kant kan gooien, zeg maar. Net zoals die bal. Hop, thee, opbokken. Oh, kom op. Op de counter. Ja, ja, ja! Moet dat publiek gaan! Echt op de counter doet die Jordi het ook gewoon, hè? Ho, ho, ho. Hey, hey, even rustig gaan. Wie is Jordi? Jordi, zei ik toch? Wie is Jordi? Wie is Jordi? Godverdomme. Ik hoor alleen maar een gouden gozer die hier bezig is, hoor. Zo. Deze gouden gozer die knalt hem wel even in. Hoppatee, dankjewel voor de voorzet. Oh. Nou, dit was jij wel gejuicht. Voor de assist. Dit was te vroeg gejuicht. Rustig aan, rustig aan. We kunnen hier nog uitkomen. Yes! Kijk eens, dankjewel voor de assist, Jordi. Kom op. Bring it on, bitch. Wat gaat hij doen? Oh, onverwachts. Onverwachts. Hop, oké. Dat was compleet onverwachts. Niemand had dat verwacht. What the fuck, Jordi? Hé, hey, ik kan niet zeggen dat deze gouden gozer niet verwacht is. Oh! Oh! Nu ben je mij gewoon aan het dollen. Dus hoort bij mijn tactiek dit! Hoort bij mijn tactiek! Gekke tactiek dit! Ja, laat ik die even meenemen. Jordi maakt gewoon alle goals, al zou het bij hemzelf zijn. Ja. Ho, 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 ho.
Nee. Laten we die even hierin stoppen. Rustig. Oh, ook gewoon heel rustig, heel smooth erin houden. Niks aan de hand. Ik heb dus nu echt nog 2 minuten omdat... Ah, 2 doelpunten. Of 1. Ja. Anderhalf. Gelijk spel. Dat het er zo zeggen. Of anderhalf. Ik voel mijn vernedering nu aankomen. Dat is niet fijn. Dat is nooit fijn. Oh, kut. Ja. Nee. Oh, jammer, Bardo. Jammer. Wat gaat hij nou doen? Oh, wat doet hij nou? Ja hoor, hij gaat langzaam. Ja hoor. Godverdomme, Jordi. Nou. Publiek geluid zijn dak, zie me schaam zonder t-shirt. Oh. Ja, als hij zijn t-shirt uitdoet, dan willen ze hem opeens niet meer. Mijn leven is 1 grote teringhel. Ja, ik ben best wel tevreden, eigenlijk. Zullen we in de volgende video verder gaan? Ja, is goed. Oh man, rot jij het maar af dan, het gelul. Godverdomme. Kijk guys, van deze gouden gozer nou leuk dan een groen duimpje. Wil je er meer abonneren, zie je de volgende keer. En de volgende keer gaan we dan verder met Hexball. Nee. In ieder geval tot dan en nou, doe bitches. Kutleven. Bye!